Goedemorgen babes, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag, gekke dag om de vlog te beginnen, I know. Maar de afgelopen twee dagen waren echt een shit show. Ik moest van alles regelen voor de auto. In de vorige vlog zagen jullie dat de sleutel kapot was gegaan. Ik moest heel veel dingen daarvoor regelen. De auto, de leenauto moet vandaag terug. Ik heb mijn eigen auto weer terug. Ik heb weer sleutel voor de auto, dus alles is helemaal prima. En ik had tussendoor ook nog heel veel werk wat ik moest doen. Bepaalde deadlines. Er gebeurde heel veel. Dus ik dacht, ik heb gevlogd, maar het was te rommelig. Ga ik jullie niet aandoen. Dus de vlog begint vandaag. We gaan nu naar PT, personal training, met Elisa. Hey, ik heb zo'n spierpijn. Ik heb zondag de home workout gedaan. Ook van haar schema. Met haar banden. Van die weerstandbanden. Volgens mij heet het zo. Hey, luister dan. Ik kan gewoon niet eens normaal op de wc gaan zitten. Ik heb zo'n spierpijn. Ze gaat mij killen vandaag. Ik weet het zeker. Maar that's what we want. Muziek op en gaan. Oké, dus ik ben hier bij haar en ze zei van, we hebben je eigenlijk ooit opgemeten. Want zij vraagt me eigenlijk al 2 maanden van, bitch, laten we gewoon een soort van challenge doen. Nee, oké, ik moet het goed zeggen. Ja. Ik ben dus best wel wat afgevallen. En ik dacht in één keer van, oké, ik vind het heel interessant. Even, dit licht is kut, even zo. Ja. Ik vind het heel interessant om te zien wat mijn lichaam kan. Dus eigenlijk gaat het erom, want ik wil zien hoe ver ik mijn lichaam kan pushen. Want ik ging mezelf dus net wegen en ik zeg altijd tegen jullie, ik weeg mezelf niet. Ik heb me 1 keer gewogen, dat was toen voor jouw eetschema. Mm-hmm. Toen woog ik 82 kilo. Ik heb mezelf net gewogen en ik heb het nooit even mijn gewicht, because it doesn't matter. Maar ik ben gewoon in shock, want ik weeg mezelf dus nooit. Ik wist nooit hoeveel ik was afgevallen en nu ben ik 68 kilo. Like. Yay! Oké, nu gaan we ook nog je pepperstage erbij meten. We're gonna make November your bitch. Oké, maar nogmaals, het gaat niet om afvallen of like op een bepaalde manier uitzien. Ik wil gewoon zien hoe ver ik mijn lichaam kan pushen. Mijn handen zijn koud wel. Mm-hmm. Wat is dat? Mm-hmm. Ik moet mijn spieren uithalen. Hoe pak je mijn arm vet zo? Dus nogmaals, het gaat niet om het afvallen. Ik wil gewoon zien hoe ver ik mijn lichaam kan brengen. En ik heb echt gemerkt met mijn anxiety, het helpt zo erg om te sporten. Zeg maar net ook dat ze echt strikt gaat zijn met voeding. Hey, nee, ik heb je al gezegd. I'm gonna try. Ik hou van eten. Maar ik zeg je wel eerlijk, toen ik begon met lopen en water drinken en sporten, je eetlust wordt vanzelf minder. Zo, and she agrees. I love you so much, I'm gonna create a poppin' bootsy for you. 15, let's go. Bring them low and up. Goed zo, hou die knieën uit elkaar. 2, 3. Hi babes, oh mijn god, zij heeft mij gekild. Ik ben echt kapot, maar het was echt een toptraining. Ging goed. Super moe, maar worth it. Ik wilde nog even wat zeggen over net, want ik kreeg echt altijd heel veel de vraag van hoe ben je zoveel afgevallen en hoe heb je het zo voor elkaar gekregen. Maar ik wil wel zeggen, het gaat niet om het creëren van, het ging mij niet, nog steeds niet om het creëren van mijn dream body. Ik was eigenlijk nooit super ontevreden met mezelf. Wat gewicht betreft, maar toen COVID begon en ik terug naar bij mijn moeder ging wonen, had ik gewoon te veel energie en te veel, ik moest het gewoon kwijt. En ook in verband met mijn anxiety. Dus toen ben ik gaan wandelen en toen besefte ik na 2 weken wandelen en echt na 20 minuutjes in de ochtend van hey, ik heb nog steeds zoveel energie over, laat ik een stukje verder gaan lopen. En toen is het uitgelopen tot 1 uur en toen kwam ik terug en was ik nog steeds vol met energie en toen dacht ik, oh, ik wil sporten. Gewoon puur om die energie kwijt te raken. En automatisch ging het water drinken, deed ik eigenlijk allemaal meer voor mijn huid. Maar daar ben ik dus ook door afgevallen. En automatisch door het sporten en water drinken had ik al minder trek in zoete shit. Dus het is eigenlijk vanzelf gegaan. Ik ben hier nooit aan begonnen met het doel van, oh mijn god, ik moet er op een perfecte manier uitzien. Because that is not, dat was niet mijn uitgangspunt. Dus ik wil dat wel heel erg duidelijk maken. Dat waar ik nu mee bezig ben is puur mentaal. En niet om af te vallen en like to be a certain way. Als je gaat sporten, als je wil afvallen, doe het gewoon voor you.
Het is vandaag shootdag, dus ik heb hem klaargemaakt. Ik heb een nieuwe outfit aan. Deze heb ik trouwens van Eve's Fashion. En ik heb dat pakketje binnengekregen gisteren. Ik ben er niet meer aan toegekomen. Dus ik ga jullie vandaag laten zien wat ik van Eve's Fashion binnen heb. Ik ben verliefd op deze outfit. Hallo. Nee, ik ben echt verliefd op deze outfit. Dus het eerste wat ik binnen heb gekregen van Eve's Fashion is deze body. Het is eigenlijk een body. Hij loopt helemaal zo door. Maar hij heeft ook eigenlijk van die touwtjes. En let alsjeblieft niet op die troep. Het is shootdag. Dan deze broek, die trouwens echt heerlijk zit en waar ik echt verliefd op ben. Hij heeft van die wijde pijpen. Hij is eigenlijk veel te lang voor me, maar it's fine. It's a story of my life. Heel mooi met hakken, maar ook met Dr. Martens. En zo ga ik deze outfit dragen. Love it. The next item. Zijn jurkje. Hoe cute is dit? Zwarte jurk. Zo'n truijurk. Ook van Eve's Fashion. En deze. Boots. Ik moet nog stofzuigen. En ik heb echt haaruitval als de malle. Dus niet opletten alsjeblieft. Maar. These are the boots. How cute. En als laatste. De jurk in crème kleur. Ze hebben ook andere kleuren trouwens. Ook donkerbruin. Karamel. So very cute. Dus wat ik nu ga doen is mijn spullen bij elkaar pakken. Anders gaat het alleen maar langer duren. En jezus, ik moet echt mijn spiegel gaan schoonmaken. Maar ik ga nu gewoon even al mijn outfits bij elkaar pakken voor het shooten. En dan gaan we. Oké, jongens. Ik heb me even omgekleed. En we gaan shooten. Al mijn spullen klaargezet. And we're ready to go. Iedereen stapt in. Welkom. Als jullie willen weten hoe het weer is, dit is hoe het weer is. Ik vroeg of Iris DJ wil zijn. Dit is wat ze opzet. Ik kijk wat even recht om hoe de toekomst eruit ziet. Check eens op mijn hip en wat een zin. Deze is ook wel leuk. Lege doos. Oh nee, daar ben ik de allochtoon voor. Dat ken ik niet. Ik vind dit ook een mooi nummer. Schat, ik verlang naar jou. Naar je tieten en je kom. Hey, dat wij dat luisterden als kinderen. Dat kan echt niet. Ja. Doble uva, paga la luz. Ja, salé, rakata, rakata, se me pega. Deze lijkt me leuk. Hart. Hart. Gewoon geil. Oké, na een goede dag shooten, wordt een goed eten. Ik ben kapot, dus ik ga naar huis. Ik zie jullie morgen. Good night. Hallo babes, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ja, donderdag. En ik heb al een best wel een ochtend achter de rug. Nou, al best wel een ochtend, dramatisch. Ik heb mijn morning walk gedaan, mijn meditatie, mijn journaling, everything I need. Gedoucht, mijn haar gewassen. Ik heb een video voor jullie opgenomen voor Instagram TV. En nu ga ik even mijn haar drogen en stylen. Ik ga zo even mijn shake maken. Mijn haar dus doen. En ik ga de video editen en voor jullie klaarzetten voor aankomende week, denk ik.
En voor de rest eigenlijk alleen maar thuiswerken. Zo, ja, niet super spannend. Zo jongens, het is vandaag donderdag. Vrijdag. Vrijdag? Ja. Oh, het is vrijdag. Eva is hier. Hallo Eva. Ze heeft Starbucks voor me meegenomen, iced tea. En we gaan even shooten. Dat was het eigenlijk. Niet zo bijzonder. Goed verhaal. Goed verhaal, lekker kort ook. Zo, een en al lopen haasten. Ik weet niet waarom eigenlijk. Ik heb me omgekleed, hebben nog even wat geshoot. En nu hebben we even het eten gehaald. Lekker pokeball. Zij wilde iets gezond en ik heb het al heel lang niet meer op. Dus ik dacht, we gaan het even eten. Dus nu even naar huis. Ik moet zo nodig plassen. Oh mijn god, ik spat uit elkaar letterlijk. En zij ook. Dus even naar huis, even mijn spullen pakken en dan ga ik door. Want ik ga naar Dina en Dina gaat mijn haar knippen. Een tijdje geleden. Ik weet dat ik ga het laten groeien, maar de puntjes moeten echt even geknipt worden. Dus... Ja, ik zeg altijd we. Ik zeg altijd we. Van hun en ik, de kijker en ik, zijn één. Oh, oh zo. Niet we. Jij en je nee. bestie of jij en nee. je dubbele persoonlijkheid. Nee, zeg maar. Nee, hun, zij twee. Okay. We, nee, we. Nee, ja, ik dacht we gaan nergens heen, want nee, ik moet gewoon nog werken. Dus ik ga spullen pakken en dan ga ik naar de kapper. Met jullie. Met jullie, met ja. ons, wij twee, dit. Ga ik net een ding bestellen? Hoi, ik ben Dina. Mag ik één frikandel? Hi babes. Sorry, ik heb vandaag niet gefilmd. Ik was als een gek op en neer aan het rennen, dingen aan het doen, dingen aan het regelen. Maar jullie hebben echt niks bijzonders gemist, trust me. Ik ga hierbij wel de vlog afsluiten. Ik ben net klaar met deze vlog editen, bijna alleen dit stukje nog. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik wil, ja, als je me nog niet volgt op Instagram, kan je dat zeker doen. Coco Centeno. En als je dat al hebt gedaan en al geabonneerd bent op mijn kanaal, je weet zelf, I love you so much. En ik zie je graag bij de volgende video of story of Instagram post or whatever. Bye.